In het Rotterdamse Museum voor Land- en Volkenkunde is een tentoonstelling gewijd aan de beroemde weefsels van het eiland Sumba in het oosten van Indonesië. Dit eiland neemt, evenals Bali, een bijzondere plaats in door de kunstzinnige aard van zijn bewoners. De huizen, die een opvallende vorm hebben, zijn van binnen doorgaans rijk versierd met weefsels. En ook de verzorging van de offers is zeer opmerkelijk, evenals die van de haken waaraan deze offers bevestigd worden. Praktisch voor alle zaken die van enig belang zijn in het leven worden deze offers gebracht. De kostuums die bij het dansen gedragen worden zijn zeer traditioneel. En vooral hier vinden de weefsels een kleurige toepassing. Sumba-doeken zijn uniek omdat ze plant- en diermotieven in heldere kleuren horizontaal over het doek heen schikken. Ook bruidscadeaus zijn aanwezig op deze tentoonstelling. Zeer fraai zijn de dodenkleden die geschikt worden over de in zittende houding gezette doden. Zeer groot is de rijkdom van motieven. Vogels, slangen en vissen komen het meest voor, maar garnalen en herten inspireren al evenzeer tot de levendige schoonheid van deze volkskunst.